Hey, ik ben Ruben en dit is Vera. Hoi. In deze videoreeks nemen we jullie mee op onze reis door de Canadese en Amerikaanse Rocky Mountains. We gaan onder andere langs Jasper, Banff, Glacier en Yellowstone. Wij hebben in ieder geval een hele toffe tijd gehad en we hopen dat jullie veel plezier hebben met het bekijken van deze video. In deze ene laatste aflevering van onze Rocky Mountains reis laten we jullie alle hoogtepunten zien van Yellowstone. Het overbruggen van de Golden Gate Canyon was een van de moeilijkste en duurste uitdagingen waarmee engineers werden geconfronteerd bij het bouwen van de eerste wegen door het park. De eerste brug werd gebouwd in 1858. Bijna 600 kilo explosieven waren nodig om 10.000 kubieke meter massieve gesteente te verwijderen dat met paard en wagen werd afgevoerd. We beginnen bij Mammoth Hot Springs, waar we voor het eerst worden blootgesteld aan de bijzondere natuurverschijnselen die dit park rijk is. Deze travertijnterrassen worden gevormd wanneer water diep onder de grond verwarmt en naar de oppervlakte komt. Terwijl het stijgt, zal het water calciumcarbonaat opnemen uit de kalkstenen bodem. Bovengronds legt het hete water het calciumcarbonaat af, waardoor deze bijzondere travertijnterrassen ontstaan. Het Nationaal Park bestaat in wezen uit één gigantisch vulkanisch plateau. In de warme bronnen komt in de aarde heersende hitte aan de oppervlakte. Door het poreuze lavagesteente kan het regenwater snel in de grond zakken. Daarna wordt het in het wijdvertakte stelsel van scheuren en spleten door de eronder gelegen magmakamers verhit en stijgt in verdampende vorm weer op. Dat is wat jullie achter ons zien. En het stinkt behoorlijk. Ik vind het zo stinken hier ook. We lopen nu naar Old Faithful. Dit is een geyser die wel 60 meter hoog kan spuiten. En de uitbarsting is om 70 à 90 minuten. Dus met een beetje mazzel hoeven we niet al te lang te wachten. De geyser hoeft trouwens niet altijd 60 meter hoog te worden. Hij kan ook minder hoog zijn, maar dan duurt hij wel langer. Hij kan 1,5 tot 5 minuten duren. En hij spuit zo'n 16.000 tot 32.000 liter water. Dat is een hoop, hè, Vera? Zeker, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd.
Nou, vanochtend zijn we hier het park weer ingereden, want ons hotel ligt ergens hier. West Yellowstone zijn we hier naar beneden gereden, eerst richting Old Faithful. Daar hebben we gewacht tot 11:45. Toen ging hij weer spuiten. Dus nou, dat hebben jullie kunnen zien. Vervolgens zijn we weer omhoog gegaan, teruggegaan naar Biscuit Bassin. Zijn we daar gestopt. Hebben we daar ook allerlei mooie gijzers en poelen gezien. We hebben nu even een broodje gegeten en we gaan zo meteen naar de Grand Prismatic Spring. Dat is een hele grote gijzer van 113 meter in doorsnede en 37 meter diep. En die heeft allemaal hele mooie kleuren. Dus dan gaan we waarschijnlijk naar de Overlook, iets meer de bergen in, zeg maar. Dan gaan we vanuit daar er bovenop kijken. Deze warmwaterbron heeft heldere lagen van oranje, gele en groene ringen rond het diepblauwe water. Het water heeft een constante temperatuur van 85 graden. De veelkleurige lagen krijgen hun tinten van verschillende soorten thermofiele bacteriën die in het steeds koelere water rond de warmwaterbron leven. Nou, we hebben al veel vaker bisons gezien vanuit de verte en ook al van heel dichtbij, maar dat was er dan eentje. Maar dit is een hele grote kudde met ook baby's ertussen. Je kan goed kijken, want ze liggen allemaal lekker te slapen, die baby's. We gaan even kijken. Paintpots bevinden zich op een heuvel boven de kokende pools, wat betekent dat ze minder water hebben om mee te werken. Als gevolg hiervan worden modderpoelen gevormd. De 94 meter hoge Lower Yellowstone Falls is de waterval met het grootste volume in de Rocky Mountains van de Verenigde Staten. Het volume water dat die stroomt varieert van 19.000 liter per seconde in het najaar tot 240.000 liter per seconde in het voorjaar. Gelegen in de noordoostelijke hoek van het park wordt Lamar Valley langs de Lamar Rivier vaak de Amerikaanse Serengeti genoemd vanwege de grote en gemakkelijk te zien populaties van grote dieren. De dieren die door Lamar zwerven zijn grote kuddes bisons, graffelbokken, dassen, grizzlyberen, zeearenden, visarenden, herten, wolven en coyotes. Dit is Lamar Valley, de beste plek om wildlife te spotten, zoals bijvoorbeeld bison. Zoals je aan onze jassen kan zien is het vandaag iets minder weer. Het regent iets en het is ook het fris doordat de zon er niet meer is. Hé, hey, dat ruimt. Ja.
We gaan nu naar West Tump. Gaan we even kijken. Dat schijnt een gijzer te zijn die aan een meer ligt. Kijk, heel warm. Nu het helemaal zo koud is, zou ik hier wel graag aan willen zwemmen. Jullie dan? De West Tump Geyser Bassin bevindt zich aan de westelijke rand van de grote baai langs de oever van Yellowstone Lake. Dit gebied staat bekend als de West Tump Caldera. Een grote kompvormige krater die werd gevormd door een vulkaanuitbarsting die 174.000 jaar geleden plaatsvond. De resulterende caldera vulde zich met water, waardoor de baai ontstond. Zoals je op dit bordje kan zien, is het verboden om objecten in een warmtebron te gooien. Echter hebben sommige mensen er lak aan. Zoals je kan zien, liggen er al muntjes in, kauwgom, steentjes. Dat betekent dat deze warmtebron waarschijnlijk binnenkort ophoudt met bestaan. Erg jammer. Dit is onze derde dag in Yellowstone. Vanochtend hebben we na binnenkomst in het park weer in de file gestaan. Mensen gaan namelijk op de weg stilstaan en naar dieren kijken. Bisons steken met regelmaat nog wel eens de weg over. Het is ook al heel erg druk in het park, terwijl het nog maar 3 juni is. Eergisteren hebben we ook al 3 kwartier in de file gestaan terwijl het park uit wilde. Ondanks dat het een supermooi park is met heel veel variatie in natuur, is het wel een afbreuk aan onze beleving van het park. Desalniettemin proberen we zoveel mogelijk te genieten van de bijzondere dingen in het park. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen zien vanwege alle waterdamp. Om de dag af te sluiten, het is inmiddels 6 uur geweest, gaan wij nog even naar de Grand Prismatic Spring. Het park begint nu langzaam leeg te lopen, dus het geeft ons mooi de tijd om nog even deze mooie gekleurde pool van dichtbij te gaan bekijken. Je ziet helemaal niks. Blauwe rook zie je. Ja, dat is wel heel vet zeg. Ja. Moet je dat water zien, hé. Wow, zo blauw. Ik hoop dat je deze aflevering weer leuk vond. Als dat zo is, vergeet dan niet te liken en te abonneren op dit kanaal. In de volgende en tevens laatste aflevering van onze Rocky Mountains reis verlaten we het drukke Yellowstone en ruilen we deze in voor het rustigere Grand Teton.